Yo mensen van YouTubers en welkom weer bij een nieuwe praatvideo. Vandaag gaan we het hebben over de toekomst van een attractie in de Efteling. Namelijk Monsieur, cannibale en ook het hele gebied rondom Reizenrijk dus. De Efteling gaat Monsieur, cannibale dus van thema veranderen en ze gaan ook het hele gebied een heel ander thema geven. En daar gaan we het vandaag over hebben, dus dan zeg ik let's go! Om te beginnen gaan we eens helemaal terug naar toen dat de Monsieur Cannibale werd geopend. Het begon allemaal in 1988. Toen kwam de Monsieur Cannibale naar het park. Een theekopjesmolen van Rides. De attractie kreeg het thema cannibalisme, waarbij je dus in een van de kookpotten ging zitten. 12 kookpotten in totaal stonden erop, in kleuren rood, geel en blauw. In het midden hadden ze een Afrikaanse trommel, waar daar een kannibaal op zit. Het eerste jaar van de opening in 88 was die kannibaal er nog niet en draaide de molen zonder kannibaal in het midden. Die werd pas een jaar later gebouwd, in 89. Samen met een blank koksmaatje. Efteling-ontwerper Henny Knoet heeft dus allemaal bedacht. Omdat het in Nederland nogal dikwijls nat is, werd er in 2002 een afdak over de attractie geplaatst, zodat je dus droog kunt blijven terwijl je erin zit, ook met slecht weer. In 2005 werd er een trommelgeluid toegevoegd dat aangeeft wanneer de rit start en stopt. En dan komen we bij het gedeelte waarom er dus een nieuw thema zal komen. Iedereen wel bekend, ik denk niet dat ik het moet uitleggen, maar ik ga het toch wel even doen. Het is namelijk al jaren zo dat er kritiek is op die kannibaal die in het midden zit. Er is dus veel kritiek geweest op de decoraties, waarbij gesteld werd dat die afstootgevende racistische karikatuur zouden zijn. Die racistische discussies die zijn al sinds de opening aan de gang. En het lag allemaal aan de zwarte kannibaal die in het midden zat. Achteraf besloot een Efteling om de kannibaal vegetariër te maken met stukken fruit en een kruim in zijn hand. Maar het is dus dan toch niet zo'n groot succes geworden bij vele mensen. In 2014 schreven journalisten in de Wall Street Journal onaangenaam te zijn getroffen door Monsieur Cannibale tijdens een bezoek aan de Efteling en wees hij op de koloniale associaties. En ook in latere jaren is tegen de attractie geprotesteerd. Het is jarenlang een discussie geweest. Fans zeggen van nee, die mag absoluut niet weg. Daar ben ik persoonlijk één van, want het is een iconisch beeld, oude attractie. Het staat er al sinds de opening van de attractie, staat het er al zo bij. En dan moeten ze het dan gaan weghalen, dus ik ben het er persoonlijk niet mee eens. Maar het is zover, de Efteling heeft toegegeven, ze gaan het aanpassen. Na de zomer van 2021 zal de attractie dus sluiten en zal het hele themagebied Reizenrijk een nieuw thema worden. Het themagebied zal dus in teken staan van Sindbad, met de reden dat uiteraard vogelrook die er vlak naast ligt ook in Sindbad thema is. Dus ook Monsieur Cannibale gaat een Sindbad thema krijgen en er wordt gezegd dat de naam van de attractie Sirocco wordt. Een verwijzing naar de windstroom die hete en droge lucht uit de Sahara naar het noorden voert. Tegenwoordig is er ook één kookpot weggehaald, staat er een blauwe grote kist in de plek. Die pot die werd weggehaald voor onderhoud. Als vervanging voor de kookpotten zou er dus van die zo'n kleine bootjes in de plek moeten komen, die hun bekken doen denken als die van de Polka Marina, de attractie die afgelopen winter is verwijderd uit het park. Maar Monsieur Cannibale is niet het enigste, ook het avonturendoolhof zal verdwijnen uit het park. En daar zal dus een waterspeelplaats gebouwd worden, uiteraard ook in Sindbad thema. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld Night Waters in Bobbejaarland. Ik ben er wel bekend zeker van dat de Efteling er wel iets schoon van gaat maken. Maar het blijft jammer dat er steeds meer dingen uit de Efteling verdwijnen. Steeds meer iconische thema's, attracties. Maar ja, in dit geval kan de Efteling er niks aan doen. Het zijn gewoon die klachten die altijd over die racistische bullshit gingen. Dat was gewoon om zot van te worden. Maar
De investering zal zo ongeveer 2,8 miljoen euro kosten. De beschrijving van Monsieur Cannibale of Sirocco binnenkort gaat als volgt. Op zee is een wervelwind opgestoken en iedereen die een voet aan boord zet, stapt in een duizelingwekkend avontuur totdat de storm weer gaat liggen. Het gebied Reizenrijk zal dus gewijzigd worden naar de wereld van Sindbad. Ik vraag me dan af of we het woord of de naam Reizenrijk dan gaat verdwijnen, dat weet ik nu niet, maar het gedeelte van Vogelrok en Sirocco binnenkort gaat dus de wereld van Sindbad heten. De ingang van de Monsieur Cannibale zal verplaatst worden. En ook het restaurant Panorama zal een nieuw thema krijgen. Verder de Carnaval Festival, die uiteraard ook op het plein te vinden is. Die gaat zover ik weet gewoon ongewijzigd blijven. Dat zal volgens mij wel een beetje tegenvallen. Die Carnaval Festival in de wereld van Sindbad met Vogelrok en dan Sirocco. Dat zal naar mijn fantasie er niet zo heel schoon uitzien. Maar oké, deze was dan eigenlijk weer voor deze video. Dus like als je het plezant vond. Laat me in de comments weten wat jij van het idee vindt. Vind jij het een goede zaak dat ze het een nieuw thema geven? Of vind jij het ook zo jammer dat Monsieur Cannibale binnenkort verleden tijd zal zijn? Laat maar gerust weten, maar voor nu is deze de video weer geweest. Dus like en abonneer en ciao.